Lieve dromenanders, welkom bij een nieuw magisch verhaal. Het verhaal van vandaag gaat over Albi de bijzondere albatros. Eens, heel lang geleden, was er een bijzondere albatros genaamd Albi. Albi was anders dan de andere albatrossen. Hij woonde niet in warme, zonnige oorden, zoals de rest van zijn soortgenoten. Nee, Albi woonde op de Noordpool, waar het altijd koud en besneeuwd was. Hij hield van de ijskoude wind die door zijn veren streek en de glinsterende sneeuw die de hele wereld bedekte. Op de Noordpool was er altijd iets bijzonders aan de hand. Zomers was het er de hele dag licht en de zon scheen dag en nacht. En 's winters was het er juist de hele dag donker en de maan en de sterren verlichten de witte wereld. Albi vond het allemaal geweldig. Nu, Albi had een droom. Hij wilde graag vliegen als de andere albatrossen, hoog in de lucht zweven en over de ijsbergen glijden. Maar er was een probleem. De Noordpool had geen echte albatrosvrienden voor Albi om van te leren. De andere vogels in zijn buurt waren pinguïns en sneeuwstormvogels, die niet konden vliegen zoals albatrossen dat deden. Maar dat liet Albi niet ontmoedigen. Hij begon te oefenen met zijn vleugels en sprong van ijsberg naar ijsberg. Hij wapperde met zijn vleugels en droomde ervan om in de lucht te zweven. Elke dag oefende hij en hij werd sterker en sterker. Zijn vrienden, de pinguïns, moedigden hem aan en juichten voor hem. Op een koude winterdag, toen de maan hoog aan de hemel stond, besloot Albi dat hij er klaar voor was. Hij spreidde zijn grote vleugels, voelde de koude lucht onder zich en sprong van de ijsberg. Met een krachtige slag van zijn vleugels steeg hij omhoog, hoger en hoger, tot hij boven de wolken zweefde. Het was een ongelooflijk gevoel. Albi vloog door de donkere nachtelijke lucht, de sterren glinsterden als diamanten om hem heen. Hij glijdde over de ijsbergen en voelde zich vrijer dan ooit tevoren. Hij had zijn droom waargemaakt. Maar het beste van alles was dat Albi besefte dat hij uniek was. Hij hoefde niet te zijn zoals de andere albatrossen. Hij was de enige albatros op de Noordpool en dat maakte hem bijzonder. Hij keerde terug naar zijn vrienden, de pinguïns, en deelde zijn avontuur met hen. Ze lachten en dansten in de sneeuw, want ze wisten dat dromen uitkomen als je in jezelf gelooft. Albi en de grottenstelsel. Nadat Albi zijn eerste vlucht had gemaakt en zijn droom had waargemaakt, bleef hij de Noordpool verkennen. Hij werd een ware ontdekkingsreiziger, altijd op zoek naar nieuwe avonturen en geheimen in de besneeuwde wildernis. Hij vloog hoog boven de ijsvlaktes, gleed langs de met ijs bedekte bergen en dook naar de ijzige zee om te vissen. Op een dag ontdekte Albi een mysterieus grottenstelsel in de diepte van een ijsberg. Het was een plek vol glinsterende ijskristallen en geheimzinnige, fonkelende lichten. Albi dook de grot in en verkende de wonderlijke wereld die hij had ontdekt. Hij ontmoette zelfs enkele vriendelijke zeedieren, zoals zeehonden en walrussen, die hem vertelden over de geheimen van de diepzee. De avonden op de Noordpool waren magisch. Terwijl de maan en de sterren hoog aan de hemel stonden, verzamelde Albi zijn vrienden, de pinguïns, en hield hij verhalenavonden. Hij vertelde over zijn avonturen en de bijzondere plekken die hij had ontdekt. De pinguïns luisterden met grote ogen en verzonnen hun eigen verhalen over reizen en avonturen. Op een heldere nacht, terwijl Albi en zijn vrienden samen naar de sterren keken, wenste hij dat alle kinderen van over de hele wereld zijn avonturen zouden kunnen delen en zich net zo speciaal zouden voelen als hij deed. Hij wist dat dromen de wereld mooier maakten en hij wilde die boodschap met iedereen delen. En zo begon Albi met het schrijven van brieven. Hij schreef brieven aan kinderen over de hele wereld en vertelde hen over de wonderen van de Noordpool. Hij vertelde hen dat ze allemaal bijzonder waren en dat ze hun dromen konden volgen, net zoals hij dat had gedaan. De kinderen ontvingen Albi's brieven en werden geïnspireerd. Ze begonnen hun eigen dromen te volgen, of het nu was om te schilderen, te zingen, te leren of te reizen. Albi's boodschap verspreidde zich als een warme wind over de wereld, en overal begonnen kinderen te geloven in zichzelf en hun dromen.
Isira, de hoedster van de ijskristallen. Op een dag, terwijl Albi de Noordpool aan het verkennen was, ontdekte hij een mysterieuze ijsgrot diep in de bergen. De grot was anders dan alles wat hij ooit had gezien. Het leek alsof er een geheim verborgen lag binnenin, en Albi voelde dat hij moest ontdekken wat dat geheim was. Hij daalde voorzichtig af in de grot, en terwijl hij dieper ging, ontdekte hij schitterende ijskristallen die aan het plafond hingen. Het leek alsof de grot verlicht was door een magisch licht. Albi was gefascineerd door de glinsterende pracht om hem heen. Plotseling hoorde hij een zacht gefluister. Hij volgde het geluid en ontdekte een kleine, sprankelende ijsvee. Ze zat op een ijsbloem en keek naar Albi met nieuwsgierige ogen. De ijsvee stelde zich voor als Isira, de hoedster van de ijskristallen. Isira vertelde Albi dat de ijskristallen in de grot bijzondere krachten hadden. Ze konden dromen laten uitkomen als je in hun magische gloed geloofde. Albi was verbaasd en opgewonden. Hij vroeg Isira hoe hij deze kracht kon gebruiken om de kinderen van over de hele wereld te helpen hun dromen waar te maken. Isira glimlachte en liet Albi een ijskristal zien dat speciaal voor hem was. Ze zei dat hij het kristal mee moest nemen en erin moest kijken terwijl hij zijn wensen deed. Albi nam het kristal voorzichtig in zijn snavel en vloog terug naar zijn vrienden, de pinguïns, om hen te vertellen over zijn ontmoeting met Isira en het magische ijskristal. Samen met de pinguïns besloot Albi om het kristal te gebruiken om de wensen van kinderen over de hele wereld te laten uitkomen. Ze schreven brieven naar kinderen en stuurden het kristal op, met de boodschap dat als ze in hun dromen geloofden en wensten terwijl ze naar het kristal keken, hun wensen werkelijkheid zouden worden. De kinderen ontvingen de kristallen en volgden de instructies van Albi en de pinguïns. En tot hun grote verbazing begonnen hun wensen echt uit te komen. Kinderen die van schilderen hielden, zagen hun kunstwerken tot leven komen. Kinderen die van muziek hielden, konden prachtige melodieën spelen. Iedereen ontdekte dat dromen kracht hadden. En zo, lieve kinderen, werd de Noordpool een plek vol magie en wonderen. Albi, de bijzondere albatros, en zijn vrienden de pinguïns werkten samen met Isira, de ijsvee, om dromen uit te laten komen. En terwijl de kinderen over de hele wereld in hun bedjes lagen, droomden ze zoet van avonturen in de koude, magische wereld van de Noordpool, wetende dat hun dromen werkelijkheid konden worden. Slaap lekker en droom groots, want Albi en zijn vrienden blijven over jullie waken en jullie dromen waarmaken.